Terberg Specials bouwt niet enkel lichte voertuigen om, het begeleidt de klant ook in zijn omschakeling naar elektrische voertuigen. Wat willen we hier bereiken als ombouwer? Wij zouden de eindklant zo een laag mogelijke downtime willen genereren. Dat wil zeggen dat we de stilstand van de voertuigen of van de elektrische inrichting proberen te voorkomen. En dat kunnen we doen door op een online platform op afstand data te monitoren, enerzijds van het voertuig zelf en anderzijds van de elektrische installatie die we bijgebouwd hebben. Terberg mikt op grote vloten. Het zijn vooral de grote fleetklanten waar wij op inspelen. Dus dat wil zeggen dat er een aantal standaardisaties mogelijk moeten zijn voor de eindklant de juiste producten aan te leveren. Nu, het andere verhaal nog even is dat we ook proactief meldingen kunnen genereren om elke partner in de keten aan te sturen. Is het de dealer die een onderhoud moet vragen? Is het de pechverhelpingsdienst die stranding moet tegengaan? Of is het onze service naar verkoop die eigenlijk de installatie kan onderhouden of op online of op afstand kan aansturen om toch die functionaliteit te waarborgen op locatie?